Hartelijk welkom namens de Community of Practice Beken en Rivieren en de STOA bij dit webinar. Wat gaat over het functioneren van nevengeulen en strangen als kraamkamer voor riviervis. U ziet er al een aantal voorbij zwemmen als het goed is. Dat wordt gedaan door Twan Stoffers van de WURG. Hij zal zich zo meteen zelf nog even wat uitgebreider aan u voorstellen. We nemen altijd de presentatie op, dus niet de vragen en de antwoorden en de discussie naderhand, maar de presentatie wordt opgenomen, zodat u die nog een keer terug kunt kijken of een collega kunt tippen dat deze presentatie de moeite waard is om nog een keer terug te kijken. En dat geschiet dan via de subsite van Beken en Rivieren, COP Beken en Rivieren, op de website van de STOA. Mocht u vragen hebben, dan kunt u daarvoor de chat gebruiken. En dan kan het ook zijn dat u even gevraagd wordt om de vraag nog verder toe te lichten. Dat zal Tom straks dan voor zijn rekening nemen. Twan heeft ook zelf een tweetal vragen die hij graag aan u wil stellen. Dus u kunt daar ook op reflecteren op het moment dat die vragen gesteld worden. Aan het begin van het webinar kijken we altijd even wat voor vlees we in de kuip hebben. Dat doen we aan de hand van een paar kleine polls. En dan kijk ik even naar Jelle of hij de eerste poll voor kan schuiven. Als u hem invult, dan kunt u onderaan het formulier kunt u submitten. En dan krijgen we na een aantal seconden krijgen we de balans van een en ander. Ik hoop vandaag trouwens dat ook mensen van Rijkswaterstaat aanwezig zijn. De beantwoording zal het, van de poll zal het... Ja, we hebben iemand van Rijkswaterstaat. Die is eregast. Dus het kan zijn dat hij straks ook even als co-referent gevraagd wordt om even te reflecteren. En verder zijn de meeste organisaties wel vertegenwoordigd. Dan mag Jelle de volgende poll naar voren schuiven. Wat is uw functie? En dan kunt u kiezen uit de aangegeven opties. En dan krijgen we daar zo meteen ook weer het resultaat van. En daar zit ook redelijk wat verdeling in, en met name onderzoekers en adviseurs. Ja, bedankt. En dan hebben we de laatste vraag, denk ik, weer. Kijk ook even naar Jelle. Hoe bent u attent gemaakt op dit webinar? En u kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief. Als u via de STOA-site naar Beken en Rivieren subsite gaat, dan kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. En dan krijgt u elke maand bericht daarover. Ja, en er wordt al veel gebruik van. Oké, Twan. The floor is yours. Take it away. Laat ik mezelf even unmuten. Ben ik te horen? Ja. Oké, dat is altijd fijn. Goedemiddag. Mijn naam is Twan Stoffers. Ik ben promovendus aan de aquacultuur- en visserijgroep Wageningen Universiteit. En ik doe voor mijn promotieonderzoek onderzoek naar... Hoe functioneren nevengeulen en strangen, zeg maar, het uiterwaarde als kraamkamer voor riviervis. Ik ben gevraagd om mijn onderzoeksresultaten te presenteren in dit webinar. Dus bij deze, dat ga ik dus doen. Titel heb ik Groeien en overleven in die dynamische uiterwaard. Dus hoe goed functioneren nevengeulen en strangen als kraamkamer voor riviervis. Even kijken of dit werkt. Dit zou moeten werken.
De eigenlijke titel is, of de onderliggende titel is wat is de rol van laterale connectiviteit en habitatheterogeniteit in het functioneren van herstelde uiterwaarden als kraamgang voor rivierenvis? Dat is eigenlijk een beetje de onderzoeksvraag van mijn onderzoek. De vraag van mijn onderzoek. Die ik probeerd heb te beantwoorden over de laatste vier jaar. Eerst even een kleine introductie van, de meeste van jullie zullen dit alvast weten, maar ik vertel het toch even. Rivieren en meren omvatten maar 1% van het oppervlakte van de aarde. Dat zijn zoetwater-ecosystemen. Maar ze bevatten 10% van alle diersoorten en meer dan een kwart van alle gewervelde dieren. En zelfs meer dan de helft van alle vissoorten. Maar ze staan onder grote druk. Er is eigenlijk een grote zoetwater-biodiversiteitscrisis aan de gang, zoals de meeste van jullie allemaal wel weten. En dat kun je hier zien in de Living Planet Index van het Wereld Natuurfonds. Dit is een wat oudere figuur, 2016, dat is volgens mij ook alweer een nieuw, maar laat hetzelfde patroon zien. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat de populaties van zoetwaterorganismen, of in ieder geval van organismen op onze planeet, laat een negatieve trend zien. Dus wat wij zien, is dat met name de zoetwaterhabitats, de zoetwater-ecosystemen, het slechtst doen, de populatie erin. Dus er is een hele grote decline in de abundanties van die populaties. Dat zie je heel erg duidelijk ook in de migrerende riviervissen. Overal de dichtheden, dus wereldwijd zijn de dichtheden met gemiddeld meer dan 75% gedaald in de laatste 50 jaar. Nou, dat is dus echt enorm. En als je kijkt naar Europa, waar wij dus in zitten, dan heb ik het trouwens over de paling bijvoorbeeld en over de steur en over andere migrerende riviervissen. En als je kijkt naar naar Europa, waar wij zitten, is het met meer dan 93% gedaald in de laatste 50 jaar. Dus dat is een enorm groot probleem. Dat heeft een aantal redenen. En de grootste reden is dat wij onze rivieren gebruikt hebben en gemodificeerd hebben. Rivieren zijn de meest veranderde zoetwatersystemen in de wereld. En ze zijn aangepast voor waterveiligheid, energieproductie, irrigatie, scheepvaart en nog wat andere dingen. En hieronder zie je een foto van de Waal in Nijmegen. En daarna zie je heel duidelijk die functieverandering, die verandering in de morfologie van zo'n rivier. Voor in dit geval waterveiligheid en scheepvaart. Dit heeft geresulteerd in een gereduceerde longitudinale en laterale verbindingen. En daarmee bedoel ik de verbindingen over de lengte van de rivier, dus longitudinaal, dus van de zee naar de bron bijvoorbeeld. En de laterale verbindingen, dit zijn de verbindingen van de rivier met de uiterwaarden en met de achterwateren, de achterlanden, zeg maar. Dus die is enorm gereduceerd. En wat er ook gebeurd is, dat er een drastische vermindering is gekomen in de habitatheterogeniteit of de habitatmozaïek of de habitatdiversiteit, zoals je het zou willen noemen. Dus het is een hele uniforme bak met water geworden. Nou, waarom is die connectiviteit waar ik het net over had zo belangrijk? Nou, we hebben hebben wij een aantal verschillende soorten riviervissen in ons systeem zitten. We hebben rheofiele soorten. Ik zal even kijken of ik een pointer heb. Ik denk het wel. Deze pointer. Rheofiele soorten, dat zijn specialistische vissen en die houden van stromend water. Die heb je in klasse A en klasse B, om even voor het gemak te zeggen. Klasse A, dat zijn de rheofiele soorten die eigenlijk altijd stromend water nodig hebben. En je hebt rheofiel klasse B. En dat zijn soorten die hebben nog wel belang bij stromend water, maar in bepaalde levensfases. Dit is een winde, die is een rheofiel B. En dit is een barbeel, dat is een rheofiel A. Dan hebben we eutopen. En eutopen zijn eigenlijk vissoorten die houden van water. Je ziet ze overal. Zolang de water is, zijn ze er. Het zijn generalisten, ze tolereren dus een breed scala van habitats en omgevingen. Zolang er maar water aanwezig is, zul je ze over het algemeen wel in je systeem hebben. Dan heb je limnofiele soorten. En dat zijn ook weer specialisten die houden van stilstaand water en planten. Dat zijn plantenminnende vissen vaak.
Maar waarom is die connectiviteit dan zo belangrijk? Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld, dit is een ingewikkeld plaatje, ik zal het eventjes bij de hand nemen. Als je kijkt naar de reofiel A, dus de obligate reofielen, bijvoorbeeld een barbeel, en je kijkt naar verschillende levensstadia van die vissen, die zijn weergegeven met lettertjes, en waar, wat van habitat ze daarmee in dat stadium gebruiken. Dit is dan de rivier. En dit zijn dan de uiterwaarden. Dus dit is een tweezijdig aangetakte uiterwater van een nevengeul. Dit is een strang. Dit zijn geïsoleerde wateren. En wat je ziet is dat de reofiele vissen, de reofiel A, die hebben alle levensstadia, die komen in de rivier zelf voor. Maar als je kijkt naar waar die J'tjes zitten, de juvenielen, en de kleinere visjes, dan zie je dat zij vooral de uiterwaarden gebruiken. Dus als die connectiviteit verbroken is, of er niet meer is, of er zijn geen uiterwaarden voor die vissen, dan moeten ze dus gebruik maken van de rivier voor ook dat levensstadium. En dat is iets waar die vissen niet op afgestemd zijn of ingericht zijn met hun levensloop. Die hebben juist de behoefte aan langzaam stromend water, ondiep water en dergelijke. En die willen niet die vinden dat niet in onze rivieren zoals ze nu zijn. Dus daarom is die connectiviteit belangrijk voor deze soorten. En als je kijkt naar andere soorten, zie je dezelfde patronen. Je ziet bij deze reofiele soorten ook, die zullen nog wat meer de achterwater gebruiken, omdat ze niet per se altijd stromend water nodig hebben. Als je kijkt naar limnofiele soorten, die zullen vooral de geïsoleerde plassen gebruik maken, met af en toe de adulte vis een uitstap maakt bij hoogwater naar de rivier. En dan voor het paaien en voor het opgroeien van de andere levensstadia weer teruggaat naar de achterwater. Dus die, ook hier voor deze soorten kan de verbinding belangrijk zijn. Maar het gaat met name om de reofiele soorten. En eurytropen soorten die zitten dus een beetje tussen de reofiele en limnofiele in. Die zul je in de rivier vinden, maar met name in de uiterwaarden en in de geïsoleerde plassen. Maar nog steeds is er een uitwisseling tussen die verschillende habitats mogelijk of noodzakelijk voor die vissen in sommige gevallen. Dus die connectiviteit is super belangrijk voor die vissen om hun levensloop te voltooien, eigenlijk. Nou, we hebben dat ons gerealiseerd sinds de jaren 90 vooral. En heeft rivierherstel plaatsgevonden. Hier aan de achtergrond zie je een mooie uiterwaard van Heurwenen, vlakbij Zaltbommel. Dat is een meestromende uiterwaard die aangetakt is aan de rivier. Dus we hebben heel veel. Uiteindelijk hebben we meer dan 50, 60 rivierherstelprojecten uitgevoerd, uiterwaardsherstelprojecten uitgevoerd in de laatste 30 jaar. Maar wat we eigenlijk zien is, als je kijkt naar de riviervispopulatie of de populaties in de hoofdstroom, in de rivier zelf, zie je, we verwachten dan ook herstel te zien. Want we hebben al die habitats hersteld voor die vissen, die opgroeihabitats. Maar we zien dus eigenlijk minder herstel dan verwacht. Even kijken. Ik weet niet of jullie mijn reminder zien. Ik heb in ieder geval iets in beeld nu wat ik niet in beeld wil hebben. Zo. Sorry hoor. En nu gaat er denk ik iets. Kunnen jullie mijn scherm nog zien? Okay, ja, mooi. Ja, want ik kreeg een pop-up van iets. Sorry hoor. Dus wat je eigenlijk ziet is dat die populaties met riviervissen, zowel de eurytopen, reofielen als limnofielen, die zie je niet herstellen. Die zie je juist nog de abundanties, de dichtheden gaan nog een beetje naar beneden. Kan ook te maken hebben met dat de productiviteit van het systeem omlaag gaat vanwege dat er minder vervuiling of stikstof in het systeem zit of iets dergelijks. Maar in ieder geval, we zien geen verbetering terwijl we dat wel verwachten. En ook in de soorten rijkdom zien we die verbetering niet. Dus dan denk je van ja, waar ligt dat aan? Het is in ieder geval belangrijk om een beter inzicht te krijgen in die kraamkamereisen van die vis. Want we denken, nou, misschien is dat wel de bottleneck. Zit het we hebben die uiterwaarden aangelegd, maar we hebben ze zonder een goed onderbouwd idee aangelegd. We hebben gewoon meer ruimte gecreëerd. Maar wat zijn eigenlijk de habitat-eisen van die jonge visjes? Wat is de rol van de verbinding tussen uiterwaarden en rivier? Op welke ruimtelijke schaal is dat habitatgebruik belangrijk voor die vis? Vindt dat plaats? Hebben ze behoefte aan een klein beetje habitat? Hebben ze behoefte aan een groot areaal aan habitats? En de organisatie van die habitats is ook nog een ding. Zijn ze verbonden, de habitats die ze nodig hebben?
Moeten ze allemaal op een kluitje liggen? Mogen ze wat verder uit elkaar liggen? Hoe ver kunnen die vissen daartussen bewegen? Zijn ze beschikbaar gedurende het hele seizoen? Dat zijn allemaal vragen die we probeerden in ieder geval wat meer duidelijkheid over te krijgen binnen dit onderzoek. En al deze vragen of al deze punten, die verschillen voor bepaalde vissoorten en een opeenvolgende levensfase. Dus het is allemaal nog niet zo makkelijk om er hier achter te komen. Dus wij hebben ervoor gekozen, of we hebben eigenlijk als doel gesteld van we willen het ecologisch functioneren van die herstelprojecten evalueren of daar kennis van opdoen als kraamkamer voor riviervis. Dus wat we gedaan hebben is, we hebben op 46 verschillende plekken, dus 46 verschillende rivierherstelprojecten, hebben wij, daar is mijn pointer, hier zie je ze allemaal, alle 46. In de Waal, de IJssel, de Nederrijn en de Lek hebben wij een grootschalige evaluatie uitgevoerd van zowel de visgemeenschap als het habitat. En dat hebben we gedaan op 3 relevante ruimtelijke schalen. En dan heb je het over de rivierschaal, dus de riviertak, op het riviertakniveau. We hebben gekeken naar binnenzon herstelproject. En we hebben gekeken naar binnenzon habitat. Dus zijn allemaal verschillende, al die stipjes zijn allemaal verschillende habitats die wij gesampled hebben. En we hebben op die verschillende schalen hebben gekeken naar, wat heeft zo'n vis nou nodig? En hoe reageert de vis nou op bepaalde habitats? En dan met name op de focus was met name op de habitatmozaïek, heterogeniteit, en de laterale connectiviteit, dus de verbinding tussen uiterwaard en de rivier. Uiteindelijk hebben wij 2 bewonderingstechnieken gebruikt. We hebben gekeken met elektrovisserij, en we hebben gekeken met broedzegens en met grotere zegens. Dat hebben we 4 jaar lang gedaan, in juli 2017-2020. En we keken naar zowel, trouwens ook vanaf april en vanaf tot aan september, dus eigenlijk door het hele opgooiseizoen, 4 jaar lang. En we keken naar larvale en juveniele visgemeenschappen en hun relatie met habitat. Uiteindelijk hebben we meer dan 1200 trekken of samples genomen. Binnen die 4 rivieren. En die hebben wij gebruikt om onze analyses op los te laten. En hier zie je een voorbeeld van de uiterwaard van Uwene. En dan zie je dat die verschillende, in detail nog een keer, die verschillende plekken waar we gesampled hebben door het seizoen heen, te kijken, zitten er verschuivingen in habitatgebruik? Welke habitats gebruiken ze überhaupt? Waar komen ze eigenlijk nooit? Verandert dit voor bepaalde vissen? Om zo een goed beeld te krijgen van de dynamiek, die dynamische relatie tussen vis, jonge vis en hun habitat. Hier zie jij, we hebben uiteindelijk gekeken naar de dichtheden en naar soorten rijkdom. En dan eritopen, reofiele en limnofiele soorten hebben we onderscheid dus gemaakt. Hier zie je reofiele soorten, die zijn aan het fourageren vlakbij de uitstroom van de Uwenen. Dat is een mosselbank geworden. Waarschijnlijk invasieve mosselen, maar goed. Het is een mooi habitat om te fourageren voor, in dit geval, jonge winders en jonge alvers. En we hebben ook natuurlijk naar eritopen gekeken, want die waren de meest voorkomende vissoorten. En dan met name naar de baarzen en naar de blankvoorn. Hier zie je een hele grote school baarzen langstrekken in een ondiep habitat. Ze hebben uiteindelijk ook een aantal camera's neergezet om te kijken, we vangen ze wel, maar we willen ook kijken wat het gedrag van die vis is in die habitats. Dat was heel leuk om te doen. Maar ze zijn blijkbaar ook hele nieuwsgierige visjes, als je ziet. Goed. We hebben dus die herstelprojecten geëvalueerd. Het functioneren van die herstelprojecten voor jonge vis. Dus we hebben gekeken naar getijdengeulen, naar geïsoleerde wateren, naar strangen en naar nevengeulen. En daar hebben wij analyse op losgelaten. En dat hebben wij samen proberen te vatten in deze figuur. Ik zal jullie bij de hand nemen. Dus als je kijkt naar, we hebben gekeken naar dichtheden. En we hebben gekeken naar diversiteit van vissoorten. Die verschillende kleuren zeggen dus iets over. Dit zijn de eritopen, de reofiele en limnofiele soorten. En dit zijn de verschillende type herstelprojecten die we geëvalueerd hebben. En wat je ziet is, bijvoorbeeld als we kijken naar nevengeulen, zien wij, als je het vergelijkt met al die andere plekken, en zeker met de controle, want de rivieroever hebben we eigenlijk gebruikt als controle, van toen er nog geen uiterwaard was, zie je dat de dichtheden vis, zeker de eritopen, zijn goed, zijn hoog, zeker vergeleken met de rivier.
Ook voor reofielen gelden dicht hele hoger zijn dan met de rivier. Lindofielen die prefereren toch echt geïsoleerde water, wat ook logisch is natuurlijk. En als je kijkt naar soortenrijkdom, zie je dat de hoogste soortenrijkdom van reofielen gevonden wordt in nevengeulen. Gemiddeld dus 4,3 soorten per nevengeul. Voor eurytopen is dat twee keer zo hoog bijna, 8,3 soorten. En voor lindofielen uiteraard, die soortenrijkdom is weer het hoogste in de geïsoleerde wateren. Maar strangen doen het ook goed, dus de eenzijdig aangetakte geulen. Als je kijkt naar strangen, zie je daar de hoogste dichtheden van eurytopen dan, niet van reofielen. En je ziet de hoogste soortenrijkdom overal. Dus je hebt de eurytopen dan natuurlijk. Dus het rijkdom van reofielen is een heel stuk lager dan in nevengeulen. En de soortenrijkdom van lindofielen soort is ook best behoorlijk voor strangen, omdat er best wel veel stilstaand water te vinden is. Als je medailles zou geven aan de herstelprojecten, dan zou in mijn opinie nevengeul de eerste plaats verdienen, omdat als je kijkt naar biodiversiteit en waarom die herstelprojecten in het leven geroepen zijn, dus met name om die reofiele soorten te faciliteren, zie je dat daar de hoogste soort rijkdom is en ook de hoogste dichtheden reofielen. Nog steeds echt fracties lager of echt heel stuk lager dan eurytopen, want dat zijn gewoon de vissen die het meest in ons riviersysteem zitten en ook horen te zitten. Vanwege onze locatie, geografische locatie. Strangen zouden dan een mooie tweede plaats komen. Die doen het ook goed. Hoge soort rijkdom en de hoogste dichtheden. Dus als je op dichtheden wil gaan en je wil focussen op herstel van dichtheden, dan zijn strangen een goede optie. En geïsoleerde en getijdengeulen zijn heel specifiek voor een bepaald soort, zijn ze goed. Maar overal gezien, als je kijkt naar biodiversiteit, scoren ze vrij laag. Dan komt meteen de vraag op van, ja, wat maakt dan zo'n uiterwaard, die verschillende type herstelprojecten nou goed voor bepaalde vissen? Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de habitat-eisen van die vissen die ze aan hun omgeving stellen. En als je dan kijkt, dit is ook weer een ingewikkeld plaatje, ik realiseer het me, ik probeer jullie doorheen te loodsen. Ik zal nogmaals zeggen, we hebben dus op twee schaalniveaus gekeken eigenlijk drie, maar ik laat even het rivierniveau even los. Dus we hebben gekeken op projectniveau en we hebben gekeken op lokaal niveau. En hier zie je dus lokaal niveau en dit zijn dus de belangrijkste habitatvariabelen die van invloed zijn op de kraamkamerfunctie van die vissen op lokaal niveau. En deze zijn voor het projectniveau het belangrijkste. Dus daar maken we onderscheid. Dus er zijn twee verschillende spatiële schalen waarin we dus gekeken hebben. We hebben weer gekeken naar dichtheden en we hebben weer gekeken naar diversiteit. In dit geval hebben we gekeken naar de hele visgemeenschap, dus alle vissen bij elkaar. En gekeken naar reofielen, omdat we puur geïnteresseerd zijn in het functioneren van die uiterwaarden als kraamkamer voor reofielen. Omdat het daar niet goed mee gaat in ons rivierensysteem. Oké, dat zijn dus tot zover even de schalen en uitleg over de assen. Wat je dan ziet, als je kijkt naar op projectniveau, kijk naar de variabelen die belangrijk zijn voor het functioneren van de kraamkamer, zie je dat stroming een belangrijk is. Diepte, maar dan vooral ondiepte, dus diepte minder dan een meter diep. Dat is belangrijk. De oeverhabitatdiversiteit, dus we hebben eigenlijk oeverhabitatdiversiteit gebruikt als soort van proxy voor de habitatdiversiteit binnen je geul. Omdat dat onder water heel moeilijk te meten is, hebben we gekozen voor de oeverhabitatdiversiteit. Omdat dat in nauwe verbinding staat met de waterlijn en vaak ook onder water staat wanneer het water wat hoger staat. En dan hebben we ook nog de leeftijd, die heeft ook nog een belangrijke rol op projectniveau, dus op zo'n heel herstelproject. Als je dan kijkt naar stroming en je kijkt naar het verschil tussen dichtheden, het effect op dichtheden en het effect op diversiteit, zie je dat een sterk positief effect heeft op de soortenrijkdom. Je ziet voor zowel de hele visgemeenschap als voor de reofielen, zie je dat de stroming, de mate van stroming, meestromendheid van een uiterwaard, altijd positief effect heeft. Dus de connectiviteit van de uiterwaard eigenlijk, stroming is tweezijdige connectiviteit. Dus een tweezijdige connectie met de rivier is sowieso goed voor je diversiteit. Als je kijkt naar dichtheden aan de andere kant, is het niet per se gunstig, want de hoogste dichtheden zijn
zoals je net ook al zag, te vinden in strangen die niet meestromen. Omdat daar waarschijnlijk de productiviteit hoger is en bepaalde soorten daar optimaal van kunnen profiteren, met name de eurytopen. Die kunnen dan boomen en dan heb je hoge dichtheden. Dus dat is niet per se gunstig voor je dichtheden. De stroming is niet per se gunstig voor je dichtheden. Goed, als je kijkt naar je oeverhabitatdiversiteit of je habitatdiversiteit, je habitathelogeniteit, zie je dat er een positief effect is op de algehele soortenrijkdom. Dat is deze. Dus van de hele visgemeenschap zie je dat er een positief effect is. Hoe meer diversiteit je hebt in je systeem, hoe hoger jouw diversiteit aan vissoorten je aantreft. Maar als je kijkt naar de rheofielen bijvoorbeeld, zie je dat een averechts effect heeft. Dus dan heb je hoe diverser je systeem, hoe minder goed dat is voor je aantallen soorten rheofielen. En ook voor je dichtheden zie je niet per se een positief effect van je oeverhabitatdiversiteit terugkomen. Bijzonder is wel dat je een verschil ziet tussen de schaal waarop je kijkt. Als je kijkt naar lokale schalen, dus lokale habitat, zie je dat de rheofiele soort, en met name de kritische, degene die de rheofiele A, zeg maar, die altijd stromend water nog hebben, toch wel houden van een divers habitat, op een kleine schaal. En dat is waarschijnlijk te verklaren doordat ze dus heel specifieke habitats nodig hebben, die best wel divers kunnen zijn op kleine schaal. Maar als die zeg maar overschaduwd worden door de diversiteit van habitats op grote schaal, dat het dan opeens een negatief effect zou kunnen hebben. Als je kijkt naar de waterdiepte, die groene, zie je dat er een positief effect voor de rheofiele soortenrijkdom is. Dus deze, dus ondiep water is positief voor je aantal soorten rheofielen. Rheofielen houden dus van ondiep water. En ook je dichtheden rheofielen gaan goed op ondiep water. Terwijl voor de hele visgemeenschap zie je niet echt een duidelijk patroon. Een klein beetje neerwaarts trend, maar het is niet heel duidelijk. En dan heb ik het nog over leeftijd. Leeftijd van een gul, dus je legt een gul aan of een uiterwater herstel je. Dan is de leeftijd nul, daarna neemt de leeftijd toe. Dus wat je ziet, is dat wanneer de leeftijd toeneemt, eigenlijk meteen na aanleg. In het begin is je rheofiele dichtheid heel hoog. En dat neemt vrijwel meteen na aanleg neemt het af. En dat gaat in een dalende trend naar beneden. En ook voor je abundanties, rheofiele, dus voor je dichtheden, zie je dan in het begin is het nog wel oké. Er zit een klein knikje, dus ergens halverwege ook nog oké. En daarna neemt het af. Hier hebben we nog een detail naar gekeken. Want we hebben ook gekeken naar de langjarige veranderingen in detail. Dus we hebben geulen gemonsterd van 1 tot 30 jaar. Daar hebben we de dataset van Rob Grift, van zijn PhD van Rob Grift, 2001 geloof ik, voor gebruikt. Grote dataset van Doornbos, 2009, en mijn dataset. We hebben gekeken naar die veranderingen in effectiviteit van die nevengeulen en strangen. Hoe is daar een patroon in te zien? Nou ja, er is eigenlijk een heel duidelijk patroon in te zien. Zeker als je kijkt naar rheofiele soorten. Dus je hebt jaar na aanleg, dat is hier, jaar nul. We hebben gekeken naar dichtheden weer en naar diversiteit. En wat je ziet is, wanneer een geul, zowel een strang of een nevengeul, die zijn op één hoop gegooid in dit geval, in leeftijd toeneemt, zie je heel duidelijk dat er een optimum ontstaat voor abundanties. Dus dat de rheofiele abundanties het hoogst zijn ergens tussen 10 en 15 jaar oude nevengeulen en strangen. En dat daarna heel snel inkakt of afneemt. En ook in het begin zie je dat de aantallen een stuk minder hoog zijn. Dit is in de logschaal trouwens. Dus het is eigenlijk nog sterker patronen dat je denkt op basis van wat je nu ziet. Zie je dat in het begin, zie je lage aantallen rheofielen, dat neemt toe, tot een jaar of 10, 15, en dan zakt het weer in. Dat is een heel duidelijk patroon. En als je kijkt naar de diversiteit, dus de soorten rijkdom van rheofielen, zie je eigenlijk vanaf het begin al, in het begin zie je hoge aantallen, dus ze kolonialiseren zo'n systeem heel snel. De eerste paar jaar is de soorten rijkdom hartstikke hoog, en dat gaat langzaamaan, neemt het af, naarmate zo'n geul, zo'n nevengeul en zo'n strang ouder wordt. Voor eurytopen zie je niet een duidelijk patroon, behalve in ieder geval niet in de abundanties. Alleen met file hebben we ook niet echt een patroon in gevonden. Een soort rijkdom van eurytopen zie je wel iets toenemen.
Maar met name die rheofiele patronen zijn heel duidelijk aanwezig. Ja, waarom zien we dat? Ja, waarschijnlijk omdat vanwege die specifieke habitat-eisen van die rheofielen. En wat we zagen in veel van die projecten, veel van die herstelprojecten, wat er gebeurt is, na een aantal jaren vindt de aanzanding plaats. Of dichtslibben. In ieder geval vindt sedimentatieprocessen plaats. En dat zorgt ervoor dat uiteindelijk de connectiviteit van zo'n systeem met de rivier afneemt. Dan heb ik het over tweezijdig aangetaktheid, eenzijdig aangetaktheid. Gewoon de mate van connectiviteit door het jaar heen bij verschillende waterstanden neemt af. Waardoor uiteindelijk de functie van zo'n systeem als kraankamer voor riviervis ook afneemt. En dat is eigenlijk een belangrijke boodschap. Want dat betekent eigenlijk dat regelmatig onderhoud belangrijk is om die nevenvergrondingsstrangen effectief te houden als kraankamer voor riviervis. Natuurlijk. Ja. Ik heb een klein vraagje tussendoor. Hoeveel slides heb je hier nou nog? Nog 2 of 3, denk ik. Okay. Komt goed. Is dat oké? Okay? Oké. Okay. maar dit is een patroon die over verschillende projecten gemeten is. Dus je moet natuurlijk wel afstemmen op de lokale condities. Sommige projecten zanden sneller aan dan andere. En je moet ook kijken, wil je diversiteit van je visgemeenschap herstellen of wil je je dichtheden herstellen? Of wil je allebei? Dat is allemaal belangrijk voor je onderhoudmaatregelen. Goed, we kijken nog eventjes naar de veranderingen door het seizoen heen. De habitatgebruik veranderingen door het seizoen heen. Die hebben we in 5 clusters in kunnen delen. Het habitat vanuit onze dataset. En dat zie je hier. Dus dit is een voorbeeld van Hurwenen nog een keer. Van de nevengroep Hurwenen. We hebben verschillende habitats via een analyse ingedeeld. Habitat 1 is een grof substraat. Is eigenlijk altijd de main channel. Harde stroming. Habitat 2 is vooral troebel water. Weinig doorzicht. Ondiep. Habitat 3 is veel met klein substraat, veel vegetatie langs de kant, veel waterplanten, schaduw. Habitat 4 hebben we dan over diepere wateren met veel houtstructuur en dergelijke. En habitat 5 is langzaam stromend water met hoge zuurstofgehalte, grof substraat. Eigenlijk dit is met name het habitat wat je verwacht dat rheofiele soorten van houden. Maar dat blijkt ook, want als je kijkt naar de verschillende gildes nog een keer, dus de eurytopen, rheofielen en limnofielen, en je kijkt naar door het groeiseizoen heen, dus dit is de lengte van de vis, en dit is het percentage, de probability, dus het percentage van 0 tot 1, of 0 tot 100, als je dat percentage hebt, van habitatgebruik, zie je heel duidelijk dat de rheofiele soorten, met name dat is een langzaam stromende ondiepe habitat met grove substraat gebruiken, voor een lange tijd, totdat ze een centimeter of 10 zijn. En daarna switchen ze naar rood en blauw. Dus of ze gaan naar diepere systemen of ze gaan naar de rivier. Eurytopen gaan dan vrij snel vanaf 5,5 centimeter richting diepere systemen. En limnofielen zijn vooral in groene habitat te vinden, dus met veel vegetatie, oervegetatie. Wat ook logisch is. Het belangrijkste is om eventjes aan te geven is dat je dus ze verschillen door het seizoen heen verschilt dus het habitatgebruik van die visjes. Dus ze hebben dus meerdere habitats nodig om hun levenscyclus in het eerste jaar al te voltooien. Dus het is niet één habitat dat belangrijk is, maar het is een heterogeen habitat dat belangrijk is. Tussensoorten verandert dat ook nog, zoals je ziet. Alle eurytopen zijn rood, de rheofielen zijn blauw. Ik zal daar niet in heel veel detail op ingaan, maar wat je ziet is, eurytopen zie je vooral dezelfde patronen. Eerst van roze, dan naar blauw. Zie je heel verschillende soorten. Bij rheofielen zie je dat niet. Rheofielen zijn dus heel specifiek en hebben dus niet eigenlijk 1 of 2 habitattypen die ze belangrijk vinden in een opgroeisysteem. Want als jij alle rheofiele soorten, de winden, de sneep, de barbeel, de witvingrondel, de serpeling, je ziet dat die patronen veranderen en dat ze dus gedurende het opgroeien hebben ze gewoon andere habitats nodig. Oftewel, dat pleit weer voor een divers habitat. Een divers kraamkamerhabitat is superbelangrijk voor de hele visgemeenschap, als je de hele visgemeenschap wil faciliteren. Dit heb ik gezegd. Dus dit is mijn laatste slide. En daarmee wil ik eigenlijk even een paar conclusies zeggen, voordat Ernst overneemt.
herstel van uiterwaarde werkt, hebben we gezien. Maar de inspanningen blijven beperkt tot de grenzen van de dynamische krachten van onze rivieren. Dus je wil geen tweezijdig aangetakte geulen aanleggen in de Nederrijn die niet meestroomt, want dat heeft geen nut. Dan kun je net zo goed stranden aanleggen. Dat is even kort door de bocht, maar dat is wel... Je moet rekening houden met de condities van de riviertak of van het beeksysteem waarin jij aan het werk bent. Nou, binnen de rivier zijn meerdere soorten complementaire herstelprojecten essentieel. Dus je wil eigenlijk strangen, nevengeulen, geïsoleerde plassen allemaal aanwezig hebben om die biodiversiteit van je hele systeem op te krikken. Want ze hebben allemaal een functie binnen de visgemeenschap als kraamkamer. Conclusie 3 is dan binnen een herstelproject is het aanwezigheid van diverse habitats superbelangrijk. Als je kijkt op projectniveau om de biodiversiteit te verhogen. Maar voor reviersoorten is het iets van minder belang. Die hebben vooral stromend water nodig. En de laatste conclusie dan. Een alles overheersend element voor succes van die herstelprojecten voor riviervis. En met name reviersoorten, maar ook voor andere soorten. Is het behouden van een permanente laterale verbinding met de rivier. Dus niet aanleggen en dan vergeten, maar echt het behouden van die verbinding tussen de rivier en de uiterwaarden. Bedankt voor het luisteren. En ik ben misschien een klein beetje over tijd, maar so be it.